Iedere maand publiceert CBS de conjunctuurklok. Maar wat is dat eigenlijk? En, nu we het er toch over hebben, wat is conjunctuur precies? Laten we met het laatste beginnen. Kort gezegd is conjunctuur het op- en neergaan van de economie. De economie ontwikkelt zich niet geleidelijk, maar met horten en stoten. Soms gaat het beter, soms gaat het slechter. Die golfbeweging noemen we de conjunctuur. Voor het bepalen van de conjunctuur gebruikt CBS verschillende economische indicatoren. Hoe het precies werkt, illustreren we graag met een voorbeeld. Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in de afgelopen jaren. Daar zie je duidelijke pieken en dalen. Vlak voor de economische crisis in 2008 was het aantal werklozen gedaald tot het laagste niveau in jaren. Begin 2014 waren het er ruim twee keer zoveel. Door die lange termijn ontwikkeling kun je een trendlijn trekken. Dat is de structurele ontwikkeling van de afgelopen jaren. Conjunctuur is niets anders dan de afwijking van de trend. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling in 2016. De werkloosheid daalt in dit jaar en bovendien gaat het met de werkloosheid ook beter dan een trendmatige ontwikkeling. In de conjunctuurklok komt de werkloosheid daarmee in het groene kwadrant. Als het merendeel van de economische indicatoren in dit kwadrant staat, spreken economen vaak van hoogconjunctuur. In 2003 was dat heel anders. Toen deed de werkloosheid het slechter dan de trend en nam ook nog eens toe. In de klok van 2003 staat de werkloosheid daarmee in het rode kwadrant, ook wel laagconjunctuur genoemd. Dit voorbeeld laat goed zien dat conjunctuur niet zegt over de absolute stand van een indicator. In 2003 waren er ruim 150.000 werklozen minder dan in 2016, toch was de conjunctuur toen een stuk slechter. Kortom, conjunctuur geeft alleen een beschrijving van de ontwikkeling op de korte termijn. Behalve het groene en het rode kwadrant bestaat de klok uit nog twee kwadranten. In het oranje kwadrant is een indicator over zijn hoogtepunt heen, maar doet het nog wel beter dan de trend. Geel is het kwadrant van herstel. Het gaat weer de goede kant op, maar het gaat nog slechter dan de lange termijn trend. Naast de werkloosheid staan er nog 12 indicatoren in de conjunctuurklok. Samen geven ze iedere maand een snel en goed overzicht van de actuele stand van de Nederlandse economie.